Virgil, hoeveel slidings heb jij vandaag gemaakt? Ik denk een heleboel. Ja. Het veld was er ook wel naar, hè? Ja, het was geen best veld om het zacht te zeggen. Dus dan moest je af en toe wel eens een slijding eruit gooien en dat gebeurde vandaag zeker. De 2-1 was geen slijding, was wel een heel mooi doelpunt. Beschrijf hem eens. Ja, een vrije trap aan de zijkant en ik keek naar Petter, Petter keek naar mij natuurlijk. We zagen dat de ruimte voor de lage bal naar de eerste paal open was. En ja, dat dook ik in en gelukkig kon ik hem goed intikken. En dan meteen ook de beslissende. Hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk wel mooi, maar ik vind het gewoon hartstikke belangrijk dat we hebben gewonnen. Thuis, van de directe concurrent, dus alleen maar mooi. Ja, bijna nog de 3-1 gescoord met het hoofd. Lukte net niet, hè? Nee, kijk, ik weet gewoon bij tegenstanders dat ze mij natuurlijk nu alleen maar gaan dekken. En dat was vandaag natuurlijk ook het geval. Dan wordt er natuurlijk als overtreding gemaakt, maar die worden dan niet gezien door de scheids of zo. Dat is wel jammer, maar... Ja, ik was een paar keer goed dichtbij en we trainen er hartstikke veel op nu, omdat we heel veel spelafvatting hebben gehad. En vandaag was het natuurlijk mooi dat ik 1 scoor. Ja, want spelhervattingen, daar hebben jullie in de eerste seizoen zelf eigenlijk te weinig uitgescoord. Het is wel lekker dat het dan vandaag wel lukt. Ja, zeker. Vooral omdat we erop hebben getraind, dus dat is alleen maar mooi. Verdedigend, met name in de eerste helft. Heracles komt op 1-0, kreeg nog een paar kansen. Wat ging er op dat moment fout bij jullie? Ja, de ruimtes werden te groot tussen de laatste lijn en de voorste lijn. Daar kunnen die snelle spelers zoals Overtoom en Duarte die kunnen daar goed in excelleren. En het gebeurde. Maar we hebben het in de rust besproken en rechtgezet. In de tweede helft denk ik dat we het goed hebben gedaan. Ja, de ruimtes wat kleiner houden, wat compacter spelen? Ja, klopt. Als we druk gaan zetten, dat de achterste lijn gewoon snel aansluit. En als we geen druk zetten, dat de voorste lijn toch wat inzak en middenvelders kort op de verdediging zit. Dus dat hebben we beter gedaan, tweede helft. Ja, want ze hebben bijna geen kans meer gehad. Nee, klopt. Nee, ja. Jullie wel? Ja, klopt. Ik weet niet precies welke kansen ze nog hebben gehad, maar ze zullen wel 2 of zo zijn geweest. Maar een paar schoten, meer ook niet. Meer ook niet, dus ja, is wel mooi. Ja, lekker gevoel om zo 2012 te beginnen. Ja, zeker. Van een directe concurrent, dus alleen maar mooi. En voor mezelf natuurlijk, omdat ik scoorde, dus perfect. Ja. En concurrenten die verliezen, Feyenoord verliest, Vitesse verliest. Jullie komen weer dichterbij. Ja, klopt. En we willen gewoon Europees voetbal halen, klaar zo is het. En of het nou direct is of via de play-offs, dan maakt mij niet uit.